Hij staarde wat bedremmeld naar zijn zakje friet. De mooie boeken die hij leest helpen hem niet. Hij was nog jong, maar voelde zich van binnen oud. Ja, leuk en aardig, maar zijn frietje was nu koud. Begripvol kwam Simon Carmichelt naast hem staan. Keek hem met twinkeloogjes wat mee waren gaan. Greep hem toen bij zijn kraag met bliksemsnel gebaar. En smeerde massa's bruine derrie in zijn haar. Vraag je soms af wat je mistroostig stemt. Psycholoog. De fiscalist vond een brunette in zijn bed. De stad werd één groot stront- en chocoladeballet. En de premier werd niet gespaard, hij praatte poep. Dit bleek toch ernstig op een regelrechte koep. Het leger gooide snel per koninklijk bevel. Simon Carmichelt in een zuurstokroze cel. Soms af wat je mistroostig stemt. Ga, voor je bederft maar in de ijskast staan.